LVV-minister Suresh Algu heeft in verband met Wereldvoedseldag vandaag prijzen uitgereikt aan de winnaars van een tekenwedstrijd. De uitreiking vond plaats op de T. Wenzel School. De leerlingen kregen giftcards en zuivelproducten van de melkcentrale. De tekenwedstrijd is georganiseerd in aanloop naar de Wereldvoedseldag toe. Alexander Ellis, een van de winnaars, is heel blij dat hij heeft gewonnen. Dat vind ik leuk aan dat ik heb gewonnen. En dat ik aan een keer ook mee kan doen en weer kan kijken als ik kan winnen. Okay, je hebt de waardebon gehad, ter waarde van? 125 SRD. 125 SRD van VK Office Supply en 25 SRD van MC Melk. Melkfabriek. Ik heb over landbouw getekend. Zoals planten enzovoort. Waarom heb je gekozen voor landbouw? Het is makkelijk om te tekenen. Wat denk je dat je verder gaat doen met je tekenvaardigheid? Wel, ik ga gewoon doorgaan. En ja, als ik weer ook ga kunnen winnen. En jij? Ik ben blij dat ik heb gewonnen. Wat vind je van de waardebon die je hebt gehad? Ik vind het goed dat ik het heb gehad. Had je gedacht dat je als winnaar zo uit de bus zou komen? Had je gedacht? Ja. Wie heeft jullie gezegd om mee te doen aan deze tekenwedstrijd? Waarom waren jullie zo geïnteresseerd om mee te doen? Omdat ik het goed vond en het was leuk. Jij? Het zou wel leuk zijn als je meedoet aan een tekenwedstrijd. Ben je door iemand aangezegd? Nee. Wat denk jij verder te doen met je tekenvaardigheid? Naar een hogere niveau brengen. Om beter te tekenen. In welke klas zit je nu? Zesde. Jij? Zesde klas, vijfde. In het kader van Wereldvoedseldag vandaag heeft LVV-minister Algo aan de stichtingen De Laia Family en Stichting MOS plantmateriaal en pulvruchtzaden geschonken. Ook werd er plantmateriaal van de Cubaanse zoete bataat of zoete aardappel aan 10 landbouwers gedoneerd. Aan restaurant Visu werd een waarderingscertificaat uitgereikt. De uitreiking van de waarderingscertificaat en donaties hadden plaats op het ministerie van LVV. Het ministerie heeft hiermee inhoud gegeven aan de viering van Wereldvoedseldag. Deze dag wordt wereldwijd door meer dan 150 landen herdacht en is in het leven geroepen door de VN om aandacht te vragen voor voedselzekerheid in de wereld. De dag is ingesteld op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO. Het brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te schotelen.